Welkom bij de tweede tutorial van de serie tutorials waarbij we het surfacing model spray bottle gaan maken. In de vorige tutorial hebben we al het volgende basismodel voor onze surfacing gemaakt. Dat waren voornamelijk nog schetsen en planes. En dat gaan we nu in deze tweede tutorial echt gebruiken en omzetten in een surfacing model. Nou, dat surfacing model, dat zien we hier wat we eigenlijk gaan maken. Dus we gaan van deze stap, sketches, gaan we naar de surfacing, die we straks in de derde tutorial echt gaan omzetten naar zo'n solid model. Daarover zometeen meer. We openen daarvoor dus eerst eventjes weer het betreffende schetsmodel. Mocht je dit model nog niet hebben gemaakt, dan zijn er twee opties om te doen. Of de eerste tutorial even te kijken en deze schetsen te maken. Nou, mocht je het schetsen nou echt makkelijk vinden en vaak hebben gedaan, dan kan je ook het bestand downloaden dat onder deze video staat en vervolgens gebruiken als uitgangspunt om deze surfacing te gaan maken. Dit model gaan we opslaan met de Save As als even een nieuw bestand om te zorgen dat we even een scheiding houden tussen de vorige tutorial en deze tutorial. Het bestand wat we opslaan noemen we de Spray Bottle 1002 Spray Bottle Surfacing A.par. In mijn geval schrijf ik hem over de vorige versie even heen. En daarna kunnen we echt starten met de surfacing. Nou, zoals je bij mij al ziet, gaan we naar het tabblad surfacing. Om vervolgens met de swept functie, ook wel de sweep options, onze eerste surfacing feature aan te brengen. Bij deze feature hebben we eigenlijk een tweetal opties die ik nu kort even bespreek. De single pad en cross section of de multiple pads en cross sections. Het verschil is dat een single pad, eigenlijk wat het al zegt, één enkel pad en één enkel cross-section, dus één enkele doorsnede, gebruikt voor deze surface. De tweede kan je dus meerdere paden en doorsneden aangeven. Tijdens deze eerste feature gaan we de tweede optie, multiple pads en cross-sections, gebruiken. Vervolgens komen we in de eerste stap waarbij we kunnen aangeven wat ons pad is. In ons geval is dat pad het eerste schets aan de voorzijde van de bus met next, het vinkje, kunnen we naar de tweede selectie eigenlijk gaan. Het is in dit geval de middelste. We kunnen ook de rechtermuisknop gebruiken om wat sneller er doorheen te gaan. En vervolgens springen we naar drie selecties automatisch naar de tweede optie en dat is de cross section. In dit geval is dat deze schets. Wanneer we op preview klikken zien we in dit geval de swept tevoorschijn komen. Aan de hand hiervan ga ik heel kort even nog wat meer vertellen over surfacing. In de eerste tutorial heb ik al een korte introductie gegeven dat surfacing geschikt is om dubbelgekromde oppervlaktes te maken, wat we hier zien. Wat nog meer karakteriserend is voor surfacing, is dat het eigenlijk een dikte van eigenlijk nul heeft. Het heeft geen dikte zoals je hier goed kan zien. Het is eigenlijk een soort velletje stof wat je over deze sketches heen legt. Nou, die dikte van 0, dat gaan we straks in de derde tutorial omzetten naar een echte dikte, dus naar een solid. Het verschil tussen surfacing en solid is dus dat surfacing echt een dikte van 0 heeft en een solid heeft echt een dikte en dus ook een materiaal, wanneer een eigenschap er echt aanhangt, ook eigenlijk een soort gewicht. Nou, wat je meestal ziet is dat er met solids wordt gewerkt om bijvoorbeeld technische tekeningen te maken. Het kan met surfacing. Zou je het ook kunnen doen, maar het is eigenlijk gebruikelijk om dat met solids te doen. Nou, wanneer we de eerste sweep in dit geval hebben aangemaakt, gaan we door met de tweede. In dit geval kiezen we opnieuw voor de sweep. We houden dezelfde opties. En we geven in dit geval als pad die lange enkele arc aan. En vervolgens de eerste en de tweede. Wat ik overigens nu even doe is deselecteren, want ik heb nu alleen de arc geselecteerd als pad. Vervolgens wil ik een cross section selecteren. Dus dat doe ik door op next te klikken en dan komen we echt in de cross section terecht. Vanaf dit moment kan ik dus aangeven dat ik dus de eerste wil selecteren. We zien ook een klein bolletje, ik zal een klein beetje inzoomen, dat is wel handig om te laten zien. We zien een klein bolletje verschijnen op deze lijn. Hij zit aan de rechterkant. En waar dat mee te maken heeft, hebben we tijdens het tutorial van de loft bij het bike frame. Dat is een van de andere tutorials op ons YouTube kanaal. Heb ik dat ook al kort even aangestipt.
is dat we namelijk daar een relatie kunnen leggen hoe onze, in dit geval, surfacing gaat lopen. We zien nu zo'n groen lijntje, zo'n stippellijntje zien we lopen. En waar dat eigenlijk zegt, is dat dat gele bolletje wat we net zagen, die lijn waar die zijkant van die surfacing straks, waar gaat die heen lopen? Nou, in dit geval zien we dus het stippellijntje, dat willen we eigenlijk op dezelfde plek brengen bij die bovenste schets. Dus dat gaan we in dit geval doen. En wat we dan zien, wanneer we preview zien, is dat wat eigenlijk gebeurt, zien we hier nu in de blauwe bolletjes verschijnen. Hier zit een blauw bolletje en aan de onderzijde zit een blauw bolletje. En dat vertelt ons dus hoe die groene stippellijnen, hoe dat wordt omgezet in dit geval de surfacing. Dus let er bij surfacing en bij bijvoorbeeld het maken van een gewone loft ook altijd even op hoe die lijntjes lopen. Nou, wanneer het is gedaan, kunnen we verder met de volgende. Dat is opnieuw een sweep. In dit geval kiezen we voor de pad van deze schets die we hier omhoog zien lopen, de verticale schets. We kunnen direct door met next naar de cross section. Dat is in dit geval deze onderste lijn. En dat is ook een enkele. En wat we dan zien is dat die netjes omhoog wordt gezet. Nou, we zien heel veel overlap nu van de surfaces, maar dat is precies de bedoeling van surfacing. En we gaan er zo meteen iets verder op tijdens deze tutorial iets dieper op in. Wat we vervolgens gaan doen is met de revolve, dat eigenlijk hetzelfde idee werkt als de gewone revolve, is in dit geval een profiel. Dat is dit profiel. Dat gaan we vervolgens om een as zetten. En dat doen we met een bepaalde hoek. Nou, die hoek die geven wij nu handmatig aan en dat is namelijk precies het punt waar deze lijn eigenlijk op de surfacing aankomt. Oké. Nou, wanneer we dat hebben gedaan, dan gaan we op een stuk in waarbij we een blue surf, zogenaamde blue surf, gaan maken. Wat het is ga ik nu laten zien. Een blue surf, dat is eigenlijk, kan je dat vergelijken als een loft bij de solids. We gaan namelijk in dit geval tussen, bij een chain, tussen dit lijnelement en tussen die revolve die we zojuist hebben gemaakt, gaan we een surfacing creëren. Opnieuw zien we weer dat groene stippellijntje, let er dus goed op, dus bij deze is ook belangrijk. En wat we hier zien is dat we tussen die twee lijnelementen, of eigenlijk tussen de twee surfaces, dat we daar een surfaces kunnen construeren. Nou, dat doet hij eigenlijk automatisch, om het zo te zeggen. Maar daar kunnen we nog een paar belangrijke opties in doen. En om die opties te laten zien, ga ik eerst even deze surfacing afmaken. Preview en finish. En vervolgens ga ik opnieuw daar naar binnen met Edit Definition. En ik ga daar een aantal opties veranderen. Die opties heeft namelijk te maken met onze Start Section. Dat groene lijntje, of oranje lijntje wat we zien. En de End Section. Deze gaan we eerst eens op een tangent zetten. Ik ga eerst laten zien wat het überhaupt doet. We zien hier dat die surfacing redelijk verandert. En wat het eigenlijk wat hier gebeurt, is dat de surfacing hier netjes tangent overloopt in het vorige surfacing deel. Nou, waarom is dat nou belangrijk? Daarvoor ga ik naar het tabblad Inspect om dat even uit te leggen. En kies ik Zebra Stripes. Dit is een essentieel part wanneer je met surfacing gaat werken en je wil mooie surfaces goed in elkaar over laten lopen. Surfacing is niet alleen dat het er een beetje goed uitziet, maar het kan essentieel zijn wanneer je producten gaat maken. Om dat uit te leggen gebruik ik de zebra stripes. Wanneer we die zebra stripes gaan bekijken, zien we hier zo'n zwarte zebra, eigenlijk zo'n zwarte stripe zien we lopen. En die loopt eigenlijk over in de volgende. Eigenlijk een overloop in het volgende stukje surface. Nou, dat zien we daar net zo. En waarom heb ik nou net eigenlijk aangegeven dat die tangent moet zijn? Daarvoor ga ik er opnieuw in. Ik laat die zebra stripes even aanstaan om het te laten zien. En ik ga eerst dat eindpunt in dit geval is weer terugzetten naar die natural. Wat we nu zien is dat die zebra stripes, dat die eigenlijk veel minder mooi overlopen in die vorige. Hier zie je zelfs een gat ertussen zitten. En dat heeft alles te maken met hoe die surfaces in elkaar overlopen. Nou, in het overlopen hebben we een aantal opties voor. Zoals we net al zeiden, we kunnen dat tangent doen. We kunnen dat ook in dit geval baseren op een curvature. Ik zet ze alle twee gewoon eens aan.
En wat je dan ziet is dat hij dus nog net iets anders neemt. En dat heeft eigenlijk te maken met één aspect wat ik zo meteen nog ga uitleggen. Dat is een zogenaamde curved shading. Maar eerst nog heel even op die zebra stripes. Wat we dus ook hier zien is dat hij eigenlijk een veel mooiere overgang heeft van die zwarte stripes in elkaar. Dus let er bij het maken van surfacing helemaal bij dit soort overgangen op. Dat je surfacing mooi in elkaar overloopt als je dat ook echt wilt. Want je zal namelijk straks zien wanneer je zo'n product echt gaat maken. En je hebt niet zo'n mooie overgang dat je dat heel duidelijk terug gaat zien in je eindproduct. Nou, dan nog even terug op die curved shading. Ik zorg er even voor dat ik deze terugzet op de tangent continuity. En volgens finish. Ik wil namelijk nog wel even kijken naar die curvaging. Even een korte uitleg geven over wat het doet. Daarvoor zet ik de settings in mijn geval even een stukje lager. Om eventjes aan te kunnen geven wat hier gebeurt. Wat ik namelijk hier aan kan zien is hoe mijn curvage, dus hoe mijn, mijn overgang, hoeveel buiging daarin zit. Zoals je hier ziet, hier is een hele grote buiging zit erin. Dus wordt die in mijn geval, wanneer ik die setting zo zet, ook meer rood weergegeven. Nou, die blauwe, dat is redelijk vlak stuk, dus dat zie je ook. Die geeft je in dit geval veel mindere curvage. Dus mocht je met surfacing werken, dit is echt een korte introductie om in ieder geval even iets te laten zien van wat voor belangrijke aspecten bij surfacing aanwezig zijn. Maar loop je in ieder geval eens doorheen om te weten wat het doet en wat voor invloed het heeft op je model. Nou, wanneer we dat hebben gedaan, gaan we eigenlijk weer echt even verder met modelleren. Dit was even een stukje, klein stukje, ja, wat meer algemene kennis erachter, zodat je weet wat er nou eigenlijk gebeurt met zo'n model en waarom vooral die Blue Surf, waarom ik die opties net heb veranderd. Vervolgens kies ik in dit geval de Extend functie. En ik geef daar de chain aan van betreffende lijn om hem net even wat te verlengen. Wat we namelijk zien is dat hij hier heel kort tegenaan zit. Ik wil hem er even iets mooier overheen hebben liggen. Daarvoor heb ik een drietal opties. Een Natural Extend, een Linear Extend en in dit geval een Reflective Extend. Ik laat hem gewoon in mijn geval op de eerste staan en ga hem verlengen. En wat die Extend eigenlijk doet, wat het ook al zegt, is het verlengt mijn surface. Zie je, bouw ik eigenlijk gewoon een stukje surface bij aan. Nou, wanneer ik waarom ik hier eigenlijk al die overlappen heb, dat ga ik zo meteen laten zien. Maar dat is wel essentieel bij surfacing, dat er dus veel overlap zit. En waarom dat precies is, dat zullen we over een paar features verder zullen we dat zien. Nou, vervolgens ga ik van deze kant een mirror maken naar de andere kant. To mirror werkt eigenlijk hetzelfde als dat je op een solid manier doet. Ik ga hiervoor naar Mirror, alleen kies nu een Mirror Copy Part. Ik kies daarvoor de drie surface delen, dus die Revolve, die Blue Surf en de derde Sweep. En ik ga die mirroren over het Z-ijvlak. Oké, okay. Nou, wanneer we dat hebben gedaan, dan begint het al wel een beetje op een fles te lijken, maar er zitten eigenlijk nog heel veel surfaces zitten er omheen waarvan je denkt, ja, waarom zit hij eraan? Zouden die er niet af moeten? Nou, daar gaan we dus nu mee bezig. Voordat we echt daadwerkelijk gaan wegsnijden van al die overbodige surface stukken, gaan we eerst dit stitchen. Nou, wat houdt stitchen in? Stitchen zou je eigenlijk in Nederlands gezien kunnen zien als aan elkaar naaien. Wanneer ik met de select button over deze surfaces ga, zie je dat er een drietal verschillende surfaces bestaan. Met stitchen, wat je daar eigenlijk doet, is deze drie eigenlijk aan elkaar naaien. Dus in dit geval de Revolve, Blue Surf en Sweep. Daarvan zeg ik, nou, ik wil graag jullie stitchen. En wat we nu zien, is dat die wordt weergegeven als één surface. Dus stitchen is eigenlijk het aan elkaar maken. Nou, hetzelfde gaan we aan de andere kant ook doen. Met de drie eigenlijk hetzelfde van de mirror. En opnieuw zien we hier ook een mooi stitch. Nou, vervolgens komen we echt op het daadwerkelijk wegsnijden van het overbodige, surface zou je kunnen noemen. Dus nou, echt overbodig is het niet. Maar waarom we dit eigenlijk doen, is dat je het restmateriaal, dat gaan we nu wegsnijden om eigenlijk onze eindsurface van ons model te gaan verkrijgen. Daarvoor kies je de Trim Tool
En die bestaat uit een drietal opties. De eerste optie is aangeven van welk surface we iets willen wegsnijden. Nou, in mijn geval doe ik dat de zijkant surface. De tweede optie is aangeven met welk surface dat wij dat willen doen. In mijn geval is dat mijn front surface. En de derde stap is welke kant op. In mijn geval naar de voorzijde. En wat we zien is dat we hier netjes het overbodige wegsnijden. Nou, ditzelfde, dat gaan we ook aan de andere kant nog een keer doen. Dus opnieuw geven we de body aan. Dan vervolgens geef ik mijn body aan waarmee ik dat wil doen. En tenslotte welke kant op. Nou, hetzelfde dat ga ik aan de achterkant nu ook doen. Eerst geef ik aan welke ik wil wegsnijden. Dan vervolgens kies ik met een single in mijn geval welk surface ik daarvoor wil gebruiken. En tenslotte welke kant op. En dat doen we ook met de mirror kant. Een single opnieuw kiezen we voor dit stuk surface. En vervolgens naar de buitenzijde. Oké, nou wanneer het is gedaan, dan gaan we aan deze zijde nog een stukje surface wegsnijden. Daarvoor kiezen we voor een single, kiezen we voor echt dat linker zijkant. En met de body selecteren we nu dat grote stuk surface wat we toen straks hebben gestitcht. Dit gaan we naar de buitenkant wegsnijden en hetzelfde doen we in dit geval aan de rechterzijde. Een single met een body. In dit geval naar de buitenzijde. Oké. Nou, wat we zien dat we alleen aan de voorkant nog een stukje willen wegsnijden. Dus dat gaan we nu doen. Daarvoor gebruiken we een body voor. Oké. Dan vervolgens kies opnieuw voor een body. Eerst doen we de rechterzijde even. Oké. En vervolgens doen we opnieuw de body met de linker body. Oh, even eentje terug. Ik wil in dit geval een body hebben. Ja. En de linkerzijde, in dit geval de buitenzijde. Nou, wat we dan zien is dat we al een aardig stuk van onze surfacing hebben. Ik ga in mijn geval even alle schetsen ga ik uitzetten. Dat kan lekker snel door hier hide all sketches. En wat we eigenlijk nu al zien is dat we al een heel groot deel van ons model straks hebben. Oh, en ik zie hier trouwens dat ik per ongeluk een stukje niet goed heb weggesneden. Dat zal waarschijnlijk in mijn geval hier gebeurd zijn. Even kijken. Ik denk dat het vanaf hier gebeurd is. Dus daar ga ik naartoe met Go To. En hier zie ik inderdaad dat het nog goed is. Dus met Go To kan je eigenlijk je stappen opnieuw doorlopen. Dus in dit geval zitten we eigenlijk in deze stap. Nou, hier is het nog prima. Dus waarschijnlijk is bij mijn trim 6 wat misgegaan. Ja, en dat zien we hier ook. Dus hier ga ik opnieuw even in. En wat we hier ook zien, zien we hier ook precies waarom het is fout gegaan. In dit geval wilde ik alleen maar één deel selecteren. In dit geval is dat deze. Wilde ik selecteren. En dat wilde ik vervolgens doen met de hele linker body. En dat wilde ik naar de buitenzijde doen. Oké. Nou, vervolgens dan ga ik terug naar de laatste met opnieuw rechtermuisknop Go To. En wat we dan zien is dat het helemaal goed gaat. Nou, altijd even controleren dus of al je trims of dat goed is gegaan. Nu zie je dus dat dit er wel mooi netjes uitziet. Nou, waar ik was gebleven is dat we dus al een heel eind zijn met onze surface. Hij ziet er al aardig uit. Maar wat we nu nog willen is voornamelijk de bovenkant en onderkant dichtmaken. Want we kunnen er nu nog gewoon doorheen kijken. En we willen er zo meteen iets van zo'n draaigedeelte op hebben zitten. Zodat we de dop erop kunnen zetten. Nou, het dichtmaken dat gaan we met een bound nut doen. Zoals we dat noemen. Daarvoor gaan we single de schetselementen afzonderlijk selecteren. Oké. En in dit geval maken we dus netjes de onderkant dicht. Hetzelfde gaan we ook aan de bovenkant doen. In dit geval pak ik deze schetsen en die maken we ook netjes dicht. Nou, wat we dan vervolgens gaan doen is van dit hele geheel één surface maken. Wat we nu zien is dat we namelijk nu nog allemaal deelsurfaces hebben. Hier willen we één groot surface van maken om dat straks uiteindelijk om te gaan zetten naar
een solid. Dat gaan we dus weer doen met die stitch wat we hadden genoemd. Nou, eenvoudig om dit hele ding te doen is gewoon een kader te trekken. Wat je ziet dat alle surfaces zijn geselecteerd. Onderkant, bovenkant en de drie zijkanten. Met het vinkje kunnen we dat gaan afmaken. Wat we ook zien is dat er nu zo'n tussenlijn verdwijnt. En dat we dus één surface hebben. Wat bij dit model belangrijk is om even te bekijken. Is dat op dit plekje. Daar zit nog een kleine opening. En die willen we eigenlijk nog even dichtmaken. Dus opnieuw pakken we daarvoor de bounded. En we zien dat die automatisch dat plekje dus herkent nu. Dus we hoeven nu niet met single de schetsen zelf te selecteren. We kunnen dat gewoon aangeven. En dan wordt die netjes dicht. Anders gaat het straks namelijk bij onze solid ook eigenlijk een heel raar stukje geometrie opleveren. Dat hij een soort kleine insnede maakt. En dat is nu weer goed. Nou, dus opnieuw willen we dat kleine stukje ook nog toevoegen aan onze totale surface. Dus gaan we opnieuw een stitch van maken. En wat hij dan vraagt aan ons is of we dit direct willen omzetten naar een zogenaamde body. Nou, nee, dat willen we nog niet, want we zijn nog niet klaar. Dus wat we nu zien is dat we één totale surface hebben. Nou, wat we dan gaan doen is in dit geval er bovenop dus zorgen dat we straks die draaidop erop kunnen zetten. En dat gaan we doen door een zogenaamde extruded surface te maken. En het lijkt echt ontzettend veel op de gewone extrude binnen de solids omgeving eigenlijk. We betekenen eerst een schets. Die geven een bemating van in dit geval 23 mm. En die gaan we nu extruderen met 9 mm. Nou, het verschil vergeleken met de solid is dat we in dit geval dus eigenlijk een dikte van 0 krijgen, oftewel een surface. En bij een solid zouden we nu gewoon een blokje erop krijgen. Nou, ik ga nog even terug in een feature, want ik wil hier nog even wat aanduiden. Bij de laatste optie kan je ervoor kiezen om de bovenkant dicht te maken. Wanneer we het beeld iets draaien, zie je dat ook. Of om hem open te houden. Dat is een hele handige knop om wanneer je graag de bovenkant dicht wil hebben, om dat nu al aan te geven. In ons geval willen we hem open hebben, want we willen straks ook een open eigenlijk een open fles hebben. Maar het is wel handig om dat even te weten dat dat kan. Nou, dan vervolgens willen we hier natuurlijk een gat hebben, anders kan onze vloeistof er niet in. En dat gaan we doen met een trim functie. Nou, wat we willen gaan snijden is een single surface, dat we hier zien. En een surface wat we willen gebruiken, dat is de surface die we zojuist hebben gemaakt. Die snijden we naar binnen open en wat we dan zien is dat we dus onze mooie fles hebben. Die hol van binnen is. En het betreffende tuut bevat. Nou, dan zijn we nog niet klaar. Want de onderkant, wat je vaak ziet in die bussen. Is dat daar een kleine soort inkeping in zit. Dat gaan wij ook maken. In dit geval gebruiken we ervoor een parallel vlak. En die zitten we in dit geval op een hoogte van 4 mm. Vervolgens kiezen we voor de schets. En op dit vlak doen we dat. En we gebruiken daar de include die we ook in de eerste tutorial voor hebben gebruikt. Om in dit geval het hele single face van de onderkant eigenlijk te kopiëren zou je het kunnen zeggen. We maken van deze lijnen maken we construction lines. En vervolgens met de offset gaan we hier een offset schets van maken op 5,8 mm. Nou, die is netjes zwart, een zwarte schets, dus dat is helemaal goed. Dan is die fully defined. En dan kunnen we weer terug naar de 3D-omgeving. Die schets gaan we vervolgens gebruiken om een projectie te maken. Dus selecteren vervolgens die schets. En we gaan een projectie maken. Waar gaan we dat op doen? Nou, op ons onderste surface. Want onze vlak is het eigenlijk. En dat doen we naar beneden toe. Nou, wat we vervolgens zien, ik ga even de eerste uitzetten. Is dat we nu dus een projectie hebben van onze schets. En waarom ik dat heb gedaan, is om nu een trim te kunnen maken op in dit geval het surface, het onze surface, en daarbij te gebruiken deze projectie-elementen. Die trim wil ik naar binnen maken, ik wil immers een gat daarin maken, en vervolgens hebben we daar ons gat in zitten. Nou, vanzelfsprekend willen we hier natuurlijk nu weer het gat ook dichtmaken, maar dat willen we met dat plane doen wat we hebben gemaakt. Daarvoor gebruiken we de include functie opnieuw om in dit geval de single
wireframes te selecteren. Dus dat is, zijn deze vier elementen. Hier maken we opnieuw een construction van deze vier elementen. En we gaan hier weer een offset van maken. Nou, die offset mag nu op 2 mm komen te staan. En die zetten we dan neer en vervolgens met Close Sketch kunnen we terug naar de 3D-omgeving. Daarop, met deze sketch, maken we een bounded surface, dus een gesloten surface. Die zien we hier. Waarna we nu hier het nette, ja, echt de nette inkeping kunnen maken dat onze fles weer helemaal dicht wordt. En daarvoor gebruiken we de Blue Surf, die we eerder in deze tutorial hebben besproken. Wat we doen is eerst het oranje puntje op de hoek zetten, wat we hier zien. En wat we dan doen is aangeven dat we in dit geval dat willen gaan dichtmaken. Let op het groene stippellijntje dus weer, wat we net hebben besproken, dat die naar het punt toe gaat waar wij het naartoe willen hebben. En vervolgens klikken we in dit geval op de vier randen. Nou, waarom heb ik het deze volgorde gedaan? Daarvoor ga ik opnieuw naar die Blue Surf opties. En wat we namelijk zien in dit geval is dat ik hier een start section heb en weer die end section. En die end section, nou, die wil ik gewoon prima, die mag neutral erop lopen. Maar de begin section, het mooie daarvan, is, dat gaat dus in dit geval, moet ik dat nog even aanpassen, is dat ik die eigenlijk, wil ik die hier ook tangent door laten lopen. Dus ik ga hier even kijken of dit naar de preview wel kan. Ik denk het niet. Dan ga ik hem even opnieuw toevoegen. Nee. We gaan hem opnieuw toevoegen. Opnieuw de Blue Surf. In dit geval wil ik hem hier vandaan hebben. En ik wil hem naar dit punt. Wacht even. Nog een keer. Cancel. In dit geval wil ik dit face hebben. Het hele face. Ik denk dat het hier aan lag. Dus selecteer de face optie en dan het ons vlak. En dan de single lijn elementen. In dit geval zijn dat deze vier dus. En wanneer we nu naar de opties gaan, precies, dan zien we wel de extra opties. Wat we namelijk nu willen is een tangent continuity. En wanneer ik dat toe ga voegen, wat we dan namelijk zien, is dat hij hier heel mooi dat hoekje krijgt. Dit is ten eerste makkelijker te produceren en ten tweede geeft hij direct echt een mooie afronding in onze inham. Dus let er even op dat we dus de selectie op face hebben staan. Nou, wanneer we dat hebben gedaan, dan willen we dit gehele geheel weer één surface van maken. Want we zien immers dat door het snijden wat we hebben gedaan, dat er weer in dit geval een drietal verschillende surfaces zijn ontstaan. Daarvoor pak ik opnieuw die stitch. Ik trek weer een groot kader om al onze surfaces, accepteer dat en vervolgens hebben we dus één surface. Dit is het surface dat in onze laatste tutorial zal worden gebruikt voor het maken van onze solid. Voordat we daar deze tutorial afronden, ga ik nog even mijn sketches hiden. Ik hide in dit geval ook direct eventjes mijn reference planes. Dus al mijn planes die ik net heb getekend. En vervolgens kan ik die opslaan. We hebben het al onder een andere naam in het begin van het tutorial opgeslagen. Ik verander ook direct eventjes in dit geval de properties ook naar de 1002. En vervolgens kunnen we het bestand afsluiten om in de derde en laatste tutorial zometeen het model naar solid te maken. We gaan dan nog mooie afrondingen toevoegen. Overigens voordat we het naar solid maken. En we gaan nog met de stickers bezig. En dat nette schroefdraad wat we opzagen, dat gaan we ook nog toevoegen. Nou, bedankt voor het bekijken van deze tweede tutorial en graag tot de laatste tutorial.